welcome bij Gilles Random Studios again! Bedankt dat je kijkt naar mijn nieuwe video. Ik heb iets nieuws gekocht en het zit hierin. Ik ga je laten zien wat ik heb gekocht. Waar heb ik dit gekocht? Bij Mystique. Dat is een spiritual winkel in de Witstraat in Rotterdam. Dus het eerste wat ik je laat zien, dat is dit. Amethyst. Het is een heel mooi edelsteen. Ze hebben het in zo groot, hè. Echt zo groot, hè. Zeg maar, het groeit zeg maar binnen in een steen volgens mij. Dan snijden ze het doormidden. En dan laten ze zo de binnenkant zien van amethyst. En dan zie je alleen maar deze stenen erin. Ja, echt waar. Dus dit is een amethyst. Ik ga even kijken waarvoor het is. Ik ben even vergeten voor wat. Dus waarvoor de amethyst is. Het is het houdt psychische aanvallen tegen. Daarvoor heb ik dit gekocht. Ik kom aan deze informatie aan. Dank aan. Ik ken deze edelsteen al, amethyst. En toen had ik andere informatie gehoord waarvoor het goed is. Maar toen ik deze TikToker tegenkwam en die zei van, weet je, als je draagt amethyst, dat houdt psychische aanvallen tegen. Weet je, en hij zegt, als je een psychische aanval krijgt, kan je boos raken en twee andere dingen. In ieder geval geen positieve dingen zijn dat. In ieder geval een van ze is dat je boos kan worden. En dat je slecht slaapt. En de derde is, ga ik even snel. En verwardheid. Dus als je een psychische aanval krijgt, kan je verwardheid krijgen, slecht slapen en boosheid, anger. Dus daar heb ik dit gekocht. Deze gaat in mijn armbandencollectie. Volgens mij deze armband, deze die ik bij Mystique heb gehaald, dat stond op een groot papiertje zeg maar. Dat deze armband dus snel kapot gaat. Dus door ermee te douchen en door ermee te slapen. Dus voorkom deze twee als je zo'n leuk armband wil kopen voor jezelf. Weet toch, ze hebben veel meer andere edelstenen en elke edelsteen heeft benefits. Snap je? En nu de tweede armband. En dat is een hematiet armband. Hematiet beschermt. Dus hematiet beschermt je. Attract love. Moet ik even googlen wat attract love in het Nederlands is. Mooi, daar ben ik weer. Dus hematiet kan liefde aantrekken. Het beschermt je. En empowers you. Moet ik weer googlen wat dat in het Nederlands gezegd is. Misschien heb ik Nederlandse kijkers, die hebben geen zin om het te translaten. Dus ik translate het voor je. Dus hematiet geeft je ook kracht. Dus het trekt liefde aan, geeft je kracht en het beschermt je. En nog een paar andere dingen. Ik ga even spieken. Hematiet. Een heleboel andere dingen wat hematiet kan doen. Maar wat hematiet, dus wat je weet is wat hematiet kan doen. Trouwens, deze heeft mij €4,95 gekost. De band kan snel kapot gaan als je ermee doucht. Dit kan snel kapot gaan als je ermee doucht of ermee slaapt. Dus doe het uit als je gaat douchen of slapen. Of als je gaat slapen. In ieder geval. Ik ga hem even openmaken. Nou, dit zijn mijn twee nieuwe armbanden. Voorzichtig mee zijn. Ik heb best wel grote handen, maar mijn pols is best smal. In ieder geval, dames en heren, dit zijn mijn twee nieuwe armbanden. Deze armbanden heb ik allemaal gekregen, deze drie. En deze twee heb ik net gekocht voor mezelf. Wat amethyst, dat is deze, wat amethyst ook doet, is negatief energie omzetten in positieve energie. In positieve energie. Dus dat is ook weer een pluspunt van amethyst dragen. Dat is deze
paarse edelstenen. Dus dames en heren, bedankt voor het kijken. Ja, ik heb nog mijn kerstversiering hier nog. Maar laat gewoon lekker daar staan. Let er niet op. In ieder geval, wat ik wil vertellen is dat de reden waarom ik edelstenen draag en niet alles, maar wat ik mooi vind en wat ik denk, wel interessant, dat vind ik wel mooi om te dragen. In ieder geval, op dit moment waarom ik deze edelstenen draag, bijvoorbeeld deze twee nieuwe, dus die hematiet daarboven en daaronder, die hematist, is om zichzelf te beschermen. En deze zwarte tourmaline beschermt je ook. Gewoon, weet je, want het houdt al die negatieve energie uit jou en gooit weer terug in het universum, zeg maar. Het gooit terug in het universum. Sorry. Daarom draag ik op dit moment edelstenen dat mij beschermt. En dat vind ik gewoon echt belangrijk. Ik wil niet zo doen. Kijken. Ik zie jullie bij mijn volgende video. Veel love naar jullie. You feel me? So. Have a nice day. Fijne dag.